Ik is niet verstaanbaar. Als wij iets in de chat zetten, komt dat nu in deze breakout room terecht of in de overkoepelende bijeenkomst? Als het goed is, in deze breakout room. Ludolf heeft hem gecheckt en dat klopt. Ja. Ja, het komt alleen in deze breakout room. En de sessie wordt ook lokaal gerecord nu door Jasper of Peter. Ja, klopt. Jasper, ik hoor Peter heel slecht. Oké. Okay. Ja, dan zet ik mijn microfoon uit en Peter. Peter moet even zijn microfoon aanzetten, denk ik. Dat helpt. Ja, maar er was maar één microfoon, want anders gingen die laptops onderling zingen. Dus dan moet Jasper uit en Peter aan, denk ik. Ja, dat is bij deze gebeurd. Is helemaal gelukt. Kunnen jullie mij zo wel goed horen? Kijk, dat is dan beter. Moet ik wel mijn scherm weer even groter maken. Nou, wat we dus willen doen is eerst een korte presentatie. Daarna een 20 minuutjes om met elkaar van gedachten daarover te wisselen. Een korte pauze van 10 minuten. En daarna kijken wat betekent wat we in de eerste deel aan de kop hebben. Wat betekent dat voor ons feitelijke werk. En dan hopen we om 3:15 weer terug naar de plenaire afsluiting te kunnen. Allereerst, als we het hebben over droogte. Jullie zien hier 3 grafiekjes staan. Een van 2018, een min of meer recordjaar bijna, en degene van 2019 en 2020. En wat eigenlijk meteen opvalt, is dat droogte lijkt vaker voor te komen. En als je het dan hebt over droogte, dan zie je 9 van de 10 keer ditzelfde grafiekje verschijnen. Vroeg in het voorjaar, ergens april, mei, dan is er toch wel een behoorlijke periode dat we heel weinig neerslag hebben en dus het neerslagtekort behoorlijk op aan het lopen is. KNMI houdt dat bij, hè? Hoeveel neerslag valt er, wat voor verdamping is er van het gewas en de bodem te verwachten bij dit soort temperaturen en de ontwikkeling van de vegetatie. En die twee die leveren dus samen het neerslagtekort op. Je ziet dat met name in 2018 kwamen we uiteindelijk uit op een neerslagtekort van 300 mm. En er zat een behoorlijke periode in, vanaf begin mei tot ergens in augustus, dat het eigenlijk nauwelijks regende. In 2019 zagen we vervolgens een vergelijkbaar iets. Alleen, gelukkig, kwam er eerder wat regen en zijn we op 200 mm blijven steken. Dit jaar zagen we in het voorjaar, wat Bart al aanhaalde, eigenlijk weer een herhaling van zetten, leek het. Maar is het dus ook weer in de tussentijd wat meer gaan regenen, waardoor we nu op een 250 mm uitgekomen zijn. Wat er verder denk ik duidelijk wordt uit het plaatje wat erbij staat, is dat het toch inderdaad wel verdeeld is over Nederland. En er zijn dus plekken die nauwelijks een neerslagtekort kennen, terwijl andere inderdaad op die 300 mm neerzitten. 2018... was eigenlijk de eerste keer dat dit zo voor ons in ieder geval als dijkbeheerders zo optrad. En daar schrokken we best wel een beetje van. Want hier zien jullie een aantal plaatjes die bij Drentse Overijse Delta gemaakt zijn. Verschillende dijken, begin augustus, half augustus, eind augustus. En dan zie je dat na die extreme droogte, begin augustus, stonden eigenlijk alle dijken er behoorlijk verdroogd bij. Waarbij met name de bovenste en de onderste, dat zijn de kleidijken geweest. En de middelste waren zanddijken. En dan zie je dus ook dat het effect op die zanddijken eigenlijk extremer is als op de kleidijken. Wat verder uit die plaatjes te halen valt, is dat die droogte leidt tot behoorlijk verdroging van het gras. Zeker bij de zanddijken lag het gras er bijna los op. Maar zo gauw dat die buien begonnen te vallen, ergens half augustus naar het einde van augustus toe, heeft het zich ook wel weer vrij aardig hersteld, zo op het eerste oog.
Een collega van mij op de IJsseldijk, die heeft een proefje genomen, ergens in juli, toen het al behoorlijk droog was. Hier zien we trouwens een stuk IJsseldijk wat redelijk recent hersteld was, eigenlijk aangelegd was. Nog vrij jonge grasmat. In het linker plaatje zien jullie dat hij een plag gestoken heeft. Die heeft hij in een kistje gezet. En het gat zit dus vlak naast het kistje. Wat je ziet is dat die, nou ja, de rest van de vegetatie, maar ook de vegetatie die mee naar huis gegaan is, was echt droog. Leek dood. Vervolgens, het plaatje aan de rechterkant, is datzelfde stukje dijk. Maar dan eind augustus, begin september. Het stukje wat hij mee naar huis gehad heeft, heeft hij thuis vertroeteld. En dan valt wel op dat op zich de grasmat redelijk hersteld lijkt. Maar het stukje wat veel meer vocht gehad heeft en langere tijd en niet zo sterk meer verdroogd is in die tussentijd, staat er een heel stuk florisant erbij, wat in het kistje zit. Zoals gezegd, droogte in 2018, de meeste dijkbeheerders schrokken daar behoorlijk van en die hadden echt massaal zoiets van, waar gaat dit naartoe? Hoe lang houdt het aan? En ja, wat doet dit met onze grasmatten? Dan heeft Jaap Bronsveld, de vorige grasregisseur, die heeft een droogteoverleg bij elkaar gehaald. Het netwerk dijkbeheerders is op 23 augustus bij elkaar gekomen, hebben de ervaringen gedeeld van door heel Nederland heen. En daar zijn best wel wat ideeën door ontstaan. Ik heb er een paar plaatjes bij gezet om even toch wat verschillen te duiden. In aanloop naar die conclusies uit van die droogtedag. Jullie zien rechtsonder zien jullie een mooi plaatje, een bloeiende dijk, mooi groen gras en andere kruiden daarin op de Ooipolder. Gemaakt begin juli. Die plaatjes die aan de linkerkant ernaast staan, die zijn weliswaar een paar weken later. Maar toen stond die Ooidijk, die stond er zeker niet slechter bij als dat je op het plaatje ziet. Dus wat je ziet, Ooidijk is heel vroeg gemaaid, heeft zich daarna kunnen herstellen en is redelijk lang die droge periode ingegaan. De linkerplaatjes, daar is de grasmat lijkt volledig verdroogd. En er zijn soorten als duizendblad en akkerdistel, die staan er eigenlijk nog best wel goed bij. Die akkerdistel is een beetje jammer, vinden wij over het algemeen, want die kan heel makkelijk staan zaaien onder die condities. De grasmat is slecht, er zitten vaak open plekken in, dus die kan zich heel makkelijk uitbreiden. Maar het lijkt wel dat de kruiden inderdaad die droogte beter kunnen hebben als dat de grassen dat kunnen. En een pleidooi, Peter, want we hadden veel... Wat komt er bij dat overleg als aandachtspunten uit? Deels een stukje toplaag, wat voor klei of zand zit er aan de bovenkant in de dijk, bepaalt of lijkt te bepalen hoe de grasmat zich vervolgens ontwikkelt tijdens die droogte. Maar ook de aanlegsituatie, de aanlegomstandigheden van een toplaag zijn wel bepalend daarin. Want met name heel zwaar verdichte kleilagen in een toplaag, ja, daar hou je soms wel tientallen jaren hou je daar de zorg mee. Verder maakt het nogal uit of je met een hele korte grasmat zo'n hele droge periode ingaat of een veel langere. Dus je maai- of bewijdingsregime lijkt een belangrijke stuurfactor te zijn. En het rekening houden met maaitijdstippen, ja, dat moet wel passen binnen je contractvormen. Dus dat is wel een zorgpunt. Het bestrijden van probleemsoorten wordt eigenlijk steeds meer een zorgpunt. Chemisch bestrijden mag niet meer. Je krijgt er wel door met name de kale plekken in de bekleding, krijg je eerder probleemsoorten erin. En die zul je dan met een bestrijdingsregime, een maairegime over het algemeen, moeten zien te beheersen. Nou, en dan kom je op, wat doe je dan met ontwikkelbeheer? Want ontwikkelbeheer kan zowel op een grasmat die een andere kwaliteit wil geven, op het bestrijden van probleemsoorten worden toegepast, maar ook op het ontwikkelen van een grasmat die nog net gezaaid is en die eigenlijk nog tot wasdom moet komen. Nou, jullie zagen het eigenlijk een beetje uit dat ene plaatje met de bloeiende dijk, maar ook wel de probleemsoorten, dan wel de kruiden. Het idee bestaat wel dat verschillende vegetatie, een diverse vegetatie, dat die beter bestand is tegen extremiteiten, zowel droog als nat, maar vooral dus ook die droogte, dat ze daar beter tegen kunnen. Nou, wat voor soorten samenstelling zou daar dan bij uitstek voor geschikt zijn en hoe bereik je die?
Wat voor voorwaarden stellen dat soort vegetaties aan bodem en aan beheer? En als je stelt dat lang gras inderdaad verdampt, dan klopt dat ten dele. Het verdroogt natuurlijk ook tijdens die zomer. En dan verdampt het een heel stuk minder, maar het beschermt ook de bodem tegen uitdroging door de instraling en de hitte van de zon. Die inzichten en die vragen, kennisleemtes eigenlijk, die hebben we geprobeerd in een onderzoeksprogramma te vatten wat nu Future Dykes heet. En wij hopen, als het HBP dit najaar besluit om het op de kennis- en innovatieagenda te zetten, dat de financiering voor een groot deel daarvoor rondkomt en de komende jaren een aantal onderzoeken plaatsvinden die deels die kennisleemtes op gaan vullen. Het onderzoek is kort samengevat eigenlijk in drie thema's en die hangen natuurlijk nauw met elkaar samen. Het ene is hoe kun je die soortrijke bekledingen effectief toetsen. Het tweede is hoe kun je ze effectief beheren. En de derde zijn kunnen we handvatten vinden voor aanleg en ontwerp. Maar wellicht hebben jullie naast deze vragen, die zijn dus vooral gericht op die soortrijke vegetaties, kunnen we straks in de discussie ook nog wel komen tot andere vragen die spelen rond vegetatie in droogte. Dus wat dat betreft mijn aanzet. Ik hoop dat jullie straks via de chat, eventueel kunnen we dat met de microfoon doen, maar dat kan Jasper ook nog wel eventjes uitleggen, willen deelnemen aan de discussie. Dan zet ik hem op mute. Zet jij hem weer aan? Ja, dankjewel Peter. Er zijn inderdaad al wat vragen via de chat gekomen. De eerste vraag kwam van Robert Bruin. Ja, is het nou eigenlijk een oproep voor meer kruiden of voor minder maaien? Dan moet ik hem wel ontstaan. Ik denk dat je dat, het kan twee kanten uit. Minder maaien niet per se, maar vooral het maaitijdstip lijkt wel heel bepalend te zijn. Dus slim omgaan met wanneer maaien wel en wanneer maaien bewust ook niet. Datzelfde geldt natuurlijk voor schapenbeweiding. Als je de schapen gewoon continu in een perceel rond laat lopen, dan krijg je een behoorlijke monocultuur van grassen. Die is denk ik per definitie kwetsbaarder als een soort rijkere vegetatie. En als je ze te lang laat lopen, ja, dan is je vegetatie dermate kort dat de zon heel veel kracht op de bodem uitoefent. Dus ik denk dat er twee kanten zijn. Aan de ene kant denk ik dat we met kruidenrijkere, eigenlijk soortenrijkere vegetatie, dat je daar minder risico mee loopt. En als je je maaitijdstip zodanig kunt fine-tunen dat je op het juiste moment maait, dan zit daar ook veel te winnen. Maar er zit natuurlijk ook een risico in, want als je te laat bent met maaien, dan heb je weer een pak gras staan. En als je daarna een hele natte periode krijgt, ja, dan gaat dat gras plat liggen en dan krijgen we verstikking van de zoden. Dus ik denk dat het met name mijn oproep zal, denk ik, vooral richting de kruidenrijke vegetaties moeten gaan. Maar het maaitijdstip is wel heel belangrijk daarin. Oké. Nou, daarnaast hebben we nog een vraag van Oscar van Dam. Die geeft aan, ja, kruidenrijke dijken zijn eigenlijk minder goed te inspecteren. En hoe weet je dan, of hoe controleer je, of de dijk onder die kruidenlaag eigenlijk ook daadwerkelijk minder scheuren heeft dan dat je denkt? Ja, ik snap dat Oscar met een regionale droogtegevoelige kaders daar met name alert op is. Mee eens hoor, als je het gewas lang de droge periode ingaat, dan biedt dat dus een bepaalde mate van bescherming. Maar de inspecteerbaarheid is er een heel stuk minder door. Dus dat geeft wel een spanningsveld, dat ben ik op zich helemaal met Oscar eens. Ik hoop ook dat Oscar daar enige tip voor een oplossing bij heeft. Schud driftig van nee, dat is dan weer jammer. Helaas, helaas. Even kijken. Dan een vraag van Peter Blommaert eigenlijk. Kun je vegetatie ook inzetten als droogtemonitor, als droogtesensor op je dijk? Dat is wel een hele uitdagende vraag. Ik hoop dat anderen daar ook een mening over hebben. Wat het natuurlijk sowieso doet, is je zag op de plaatjes de verschillen, de kruiden die het langer volhouden, de grassen die
zeker als ze lang en met bloeiwijzers de droogte ingaan, dan gaan de bovengrondse delen gaan echt, die raken compleet verdroogd, verdord. Dus dat zou misschien een indicator kunnen zijn, die twee samen. Maar daar hebben we natuurlijk nu nog niet de ervaring mee, zodat we daar ook echt op kunnen sturen. Ik vind het een heel uitdagend idee. Ik kan me best voorstellen dat als je goed weet welke iets met kleurbeelden, dat soort dingen, wat voor vegetatie er eigenlijk zou moeten staan bij een bepaald vochtaanbod, dat dat dus ook iets zou zeggen over hoe droog of hoe nat is die toplaag van de dijk. Peter, kan dit misschien als deelvraag 4 toegevoegd worden aan het onderzoeksprogramma? Dan zie ik hier nog een andere interessante vraag voorbij komen. Moet je ook niet de maaihoogte dan aanpassen naast de maaitijdstippen? Ja, daar is het antwoord inderdaad vrij makkelijk in. Maaihoogte, als je hem inderdaad hoger afmaait, dan herstelt een stoppel, herstelt zich makkelijker. Dus ja, op twee vlakken is dat positief. Je hebt sneller dus weer hergroei en dus bedekking van de bodem. En de andere is inderdaad dat die bedekking van de bodem minder instraling van de zon geeft. En dus een positief effect heeft op het verdrogen van je toplaag. Dus daar kun je zeker mee sturen. Besef wel dat als je dat doet, ja, dan loop je dus weer kans dat als het weer gunstig omslaat, dat de productie sneller op gang komt en dat je misschien wel extra maaibeurt hebt geïntroduceerd. Maar dat moeten we dan maar voor lief nemen, denk ik, met z'n allen. Ja. Even kijken, dan heeft Robert Bruijnig nog een suggestie eigenlijk voor de kruiden op de dijk. En het inspecteren van de droogtescheuren. Of het niet een idee is om dan een bepaalde strook wel te maaien. En de rest te laten staan, zodat je die strook kunt inspecteren en dan daarvan wat kunt zeggen over de rest van de dijk. Ik vind het wel een uitdagende. Ik denk dat die zeker voor de kleidijken dat die hanteerbaar zou zijn. Je weet natuurlijk dat de gradiënt in droogte zit en hoe dan ook. Hoe hoger op je dijk, hoe eerder daar de verdroging plaatsvindt. 9 van de 10 keer. Ik ben wel heel benieuwd welke mogelijkheden Oscar daar voor de regionale kaders in ziet. Die zijn natuurlijk vaak kleiner. Daar speelt dat droogte-effect van de hoogte misschien veel minder, omdat je vaak ook nog aan boezemkades enzovoort zit met een constant waterpeil daar tegenaan. Dus ik ben benieuwd of Oscar daar een idee over kan geven. Ja, wat we natuurlijk zien is dat de verdroging... ben ik te verstaan? Dat de verdroging over onze dijken, die ja, gewoon normaal maai gezien hebben, inderdaad wel redelijk vergelijkbaar zijn. Over het hele talud heen. Dus het hoogteverschil ook van de bovenkant van de kruin tot bijvoorbeeld de boezem is natuurlijk niet zo groot. Dus je krijgt ook al snel capillaire opstijging naleveren vanuit het phreatisch grondwater. Ik weet niet of later in de workshop ook nog ons droogteonderzoek naar voren komt met al de metingen die we hebben aan het doen zijn. Daar blijkt wel dat behoorlijke grondwaterstanden aan het zakken zijn. Maar wat we vooral zien, en dat is eigenlijk wat hier nog niet echt belicht wordt, is een enorme variatie in bodemopbouw, wat ook een enorme variatie in vochthuishouding geeft. Dat is zeker ook bij de regionale kering, maar ik kan me ook voorstellen bij de primair ook in dat geval. Dus wat op de ene plek blijkbaar een uitkomst is, wil niet zeggen dat op de andere plek hetzelfde is. En dat zou natuurlijk ook wel eens een weerslag kunnen hebben in de wijze waarop, als je een kruidenrijk mengsel gaat toepassen, daar dat terug gaat komen. En dat in zichzelf kan ontwikkelen. Dus we hebben een enorme variatie in bodemopbouw in de dijken zitten. Okay. Nou ja, we hadden ook wat stellingen voorbereid. Misschien dat het leuk is om daar eens uit te kiezen. Even kijken welke we... Ja, zeker. Ik zet een vraag in de chat. Dan is eigenlijk het verzoek aan jullie om daar op te reageren.
Zijn soortreken grasbekledingen nou echt beter bestand tegen extremen zoals droogte? Is dat, hebben jullie die ervaring ook? Ik zie wat reacties komen. Dat over, nou, over het algemeen is het idee dat dat inderdaad wel, wel zo is. Anderen geven aan dat we nog geen nog te weinig ervaring mee te hebben. Dat het in theorie wel zo zou moeten zijn. Dus als ik dat zo lees, dan lijkt het erop dat er toch nog wat meer onderzoek naar gevraagd wordt. Dus ik denk dat dat wel iets is om voor de toekomst aandacht aan te besteden. Dan lijkt me goed om door te gaan naar de tweede stelling. Die zet ik ook weer in de chat. En dat is eigenlijk van, ja, wat zou dan de gewenste soorten samenstelling zijn? Of moeten zijn? Zo rondzingen. Ja. Op zich vind ik de reactie wel aardig inderdaad. Het is natuurlijk gebiedsafhankelijk en afhankelijk wat je streefbeeld. Welke vegetatische samenstelling wens je of hoe moet het eruit zien of wat wil je aan resultaat hebben. Dat wordt wel door een aantal mensen aangegeven. Ja, en goed, dit gaat ook wel voor een deel in op het feit dat een dijk natuurlijk primair voor de veiligheid ligt. Maar er heel vaak ook wel andere doelen zijn qua biodiversiteit of recreatief medegebruik waar je aan moet voldoen op een dijk. En dat zou wellicht hand in hand kunnen gaan, dat je ecologie gunstig beïnvloedt, de biodiversiteit verhoogt. En ook nog een sterkere vegetatie hebt door die verschillende bewortelingsdieptes. Maar goed, dat is wel waar een deel van dat Futures Dykes onderzoek dus ook over moet gaan. Geen exoten is ook inderdaad wel een hele mooie. Daar wil je wegblijven, mee eens. Dan hebben we zo denk ik wel een redelijke verzameling, hè Jasper? Ja. Ik verneem die Peter en die vraag van Jort ook wel heel interessant, of die opmerking. Die combinatie van en droogte. Zeker. En dat je ook misschien, ik weet niet, kan Jort nog wat zijn ideeën erbij zijn of zo?
Misschien nog wel interessant om een vraag of een stelling over het maaimoment te stellen. Ja, hoe bepaal je nou eigenlijk het ideale maaimoment dan? Zijn daar ideeën over? Dat niet te makkelijk maken. Ik zie in de tussentijd nog wel een vraag van Dennis Koster voorbij komen. Van, ja, is een dijk die een hoge biodiversiteit heeft, nou ook een minder droogtegevoelige dijk? Is het nou één op één gerelateerd? Is een dijk met een hoge biodiversiteit nou ook altijd een minder droogtegevoelige dijk? Nou, dat denk ik niet. Biodiversiteit gaat natuurlijk over planten en dieren bij elkaar. En per definitie zouden planten, dus de vegetatiesamenstelling, misschien iets met je droogtegevoeligheid kunnen doen. Voor de dieren denk ik dat dat niet geldt. Er kan wel een relatie liggen. Maar ja, en dat is dan meteen ook wel een lastige. Als je biodiversiteit, als je daar ook bijvoorbeeld een grote muizenpopulatie onder schaart, dan heb je met heel veel gangen in je toplaag van je dijk, heb je juist wel weer meer droogtegevoeligheid geïntroduceerd. Dus als je het over de kleinste beestjes hebt, dan denk ik niet dat die enig effect hebben op droogtegevoeligheid van een dijk. Maar over de grotere gravers, als die er ook bij zouden komen kijken, ja, dan loop je dus andere risico's. Vegetatie aan zich, hoe diverser, lijkt inderdaad minder kwetsbaar te zijn, omdat als bepaalde soorten het niet trekken, dan hoop je dat anderen nog wel overeind blijven. En die kunnen dan het gat wat valt hopelijk weer terug opvullen. Dus qua vegetatie denk ik dat dat wel zo is, maar qua dieren denk ik eigenlijk niet. Oké. Nou ja, Yvette geeft hier de suggestie, ja, kun je misschien het maaimoment bepalen op basis van bodemvochtmetingen? Zegt dat iets over een ideaal maaimoment? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik zei eerst ook al, hè, misschien zegt die vegetatie qua verkleuring, wat Peter Blommaert vroeg, zegt dat wel iets over je droogte? De toplaag is natuurlijk niet het enige wat bepaalt of een dijk verdroogt. Ik denk dat Oscar het daar voor een deel wel mee eens zal kunnen zijn. Je kern van je dijk, zeker bij die kleinere kades, ja, die raakt langzaam maar zeker ook verdroogd. Alleen een vochtmeting van je toplaag denk ik niet dat het gewenste stuurinstrument zal zijn. Want dan moet je op zijn minst ook nog de weersverwachting erbij betrekken. Want op het moment dat je nog voldoende vocht in je toplaag hebt, je gaat meten en vervolgens wordt het verschrikkelijk warm en droog, ja, dan kan die toplaag waarschijnlijk heel snel uitdrogen en dan ben je dat vocht allemaal kwijt. Dus ik denk dat er zeker ook een relatie zit met de rest van je bodemopbouw van je dijk. Hoeveel vochtleverantie kan er vanuit de ondergrond plaatsvinden? En de andere zit hem in die vegetatie op het moment dat je die afgemaaid hebt en het wordt vervolgens heel erg droog. Ja, dan red je het niet met de hoeveelheid vocht die in de toplaag aanwezig was. Dus voor mijn gevoel moet er iets meer zijn als alleen maar een momentmeting, zeg maar. Je Yvette druk typen met een reactie volgens mij.
Ja, Yvette geeft aan, je kunt in, ja, in situ meten, verschillende dieptes. Je kunt ook ieder uur een meting doen. Dat zou mogelijk helpen. Ja, nou ja, over die mijnmomenten zie ik ook nog een vraag of opmerking van Robert Bruin voorbij komen. Van, ja, hoe ga je dan om met de opdrachten die al bij de marktpartijen en aannemers liggen? Van, ja, hoe, in hoeverre zijn zij en op welke wijze zijn zij nog te sturen om op nou ja, het volgens ons juiste moment te maaien? Dat is er dus ook een die bij, het, bij dat overleg over die droogte bij de, het netwerk dijkbeheerders wel aan bod kan, kwam. Ik heb daar wel op zich ideeën over, maar ik ben ook wel benieuwd of anderen daar inderdaad tegenaan lopen of ideeën over hebben hoe dat werkt. Ik weet, bij Waterschap Limburg bijvoorbeeld zijn ze met een contractvorm bezig waar wat meer ruimte zit in het maaimoment. Datzelfde geldt voor ons, maar er zijn natuurlijk ook de hele strikte... oude bestekken, zal ik maar even zeggen, waar gewoon het maaitijdstip vast ligt. Je moet in week X moet je maaien. En dan heb je die flexibiliteit helemaal niet. Dus wellicht dat anderen ook een reactie kunnen geven hierop. Moet je dan niet, Peter, net als bij de KRW naar doelvegetaties, moet je het niet anders in gaan steken dan? Hè? Want nu doe je het gewoon zoveel keer maaien voor 15 juni of zo, een keertje en zo. Maar als je het hebt dat je de KRW naar doelvegetaties gaat, dan dwing je ook het een heel andere kant op, denk ik. Dat sluit veel meer aan bij UAVGC-contracten. Dat je niet gaat voorschrijven van je moet het dan en dan doen. De mogelijkheid, denk ik, je wil gaan beschrijven wat voor kwaliteit heb je minimaal nodig op je dijk. Enerzijds voor veiligheid, anderzijds voor al die andere doelen die we wellicht ook hebben. Hè. Wat voor vegetatie hoort daar dan bij? En wij hebben wel gemerkt met onze contractvormen dat als je de aannemer daar de vrijheid in geeft, dan hebben ze aan de ene kant een hoop uitdaging. Ze hebben ook nog wel het een en ander te leren, want over het algemeen is dat natuurlijk niet hoe de meeste aannemers gewend zijn te werken. Het vergt kennis over machineinzet, planning en daarnaast dus ook nog over vegetatieontwikkeling. Maar het is wel bij elkaar te brengen. En inderdaad, dat geeft dan wel de ruimte waar je naar zoekt. Maar ja, een aannemer heeft natuurlijk ook de weersverwachting niet helemaal in de vingers. En de aannemer weet over het algemeen minder goed hoe de dijk opgebouwd is als dat een dijkbeheerder dat weet. En zeker, nou ja, gezien we ook wel die relatie met je opbouw, je bodemopbouw, denken dat daar iets mee is en dat we daar iets mee kunnen sturen, zit daar nog wel wat te winnen, denk ik. En dan is de vraag, hoe krijg je dat dan weer in dat mindmoment gedisconteerd? Misschien Stefan, bij jullie al eerste ervaringen met die nieuwe bestek? Hallo? Oh, ik heb hier nog een behoorlijke pieptoon, maar... we zijn in ieder geval dit jaar gestart met nieuwe onderhoudscontracten. Dus echt resultaat hebben we nog niet. Maar zoals ik ook al in de chat heb aangegeven, laten wij de aannemer de verplichting gegeven om een H3 graszode te gaan realiseren. En daarmee laten we eigen basis ook een stukje maaifrequentie los. Dus op zich wel heel spannend. Maar op zich wel alle vertrouwen in dat de aannemerij dat heel goed voor ons op kan gaan pakken. Peter, Robert had nog iets over een UAVGC-contract, maar dat miste ik even gedeeltelijk. Ja, wat ik wilde zeggen is, als je naar de gemiddelde UAVGC-contracten kijkt, wat we op dit moment in uitvoering hebben bij projecten, dan zeggen we veel minder van, joh, je moet dit op dat moment doen en het op die manier voor elkaar krijgen. Maar zeggen we veel meer... dit is het doel wat het moet kunnen. Dit is wat de prestatie die je moet leveren. En daar zou je bijvoorbeeld bij kunnen zetten dat je een bepaald gewastype voor elkaar wil krijgen. Of dat je bij een bepaald beeld wil dat men maait. En dus dat je weer in dus kwalitatief gaat omschrijven
van waar moet het maaiwerk aan voldoen en waar moet, waar moet het beeld aan gaan voldoen wat je wil creëren. En dan ga je volgens mij de kennis van de aannemerij en wel degelijk hun werkzaamheden benutten. Dan sluit ik even aan bij de opmerking van Peter over kennis van de ondergrond. Betekent dus wel dat je als opdrachtgever ook alle kennis die je hebt over waar is die aan maaien. Hè? Dus wat is die dijk? Is de zanddijk? Is de kleidijk? Hoe is die opgebouwd? Hoe draineert die? Etcetera. Misschien actuele standen over pijlbuizen of grondwaterstand. Ja, dat je dat soort data wel met hem moet delen, zodat hij ook een goede inschatting kan maken. Dan leg je wat meer de verantwoordelijkheid voor het moment waarop bij de ander neer. Je kan hem ook sturen en afrekenen op resultaat. Maar je zegt niet van, joh, het heeft geen zin om in maart, als je dat aanbesteedt, te roepen dat hij op 6 juni en 24 augustus moet maaien. Ja, kan een compleet verkeerde moment zijn. Ja, dat is stom. Ja. Helemaal correct, Robert. UAVGC, het enige wat ik wel iedereen mee wil geven is dat je als waterschap, dus als keringbeheerder, wel verantwoordelijk blijft. Die verantwoordelijkheid die kun je nooit middels een bestek bij een aannemer kwijt. Moet je ook niet willen, denk ik. Wij hebben wel bemerkt dat bij onze contractvormen dat de wisselwerking tussen de uitvoerders van de aannemer en de dijk, beheerder, dat die extreem belangrijk is voor allebei de partijen. Dus zowel voor de dijkbeheerder om het gevoel te houden dat, dat de dijk veilig blijft. En voor de opdrachtnemer, zeg maar, om toch te sparren over, ik ben dit van plan. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Dus dan help je elkaar. Ja, maar je kan dus je zou dit dus goed in een contract vormen als een bouwteam. We moeten in de markt een beetje vanaf dat we roepen hij, zij, hulli, zulli. Maar we hebben samen een doel. En het enige verschil is dat wij betalen en een andere partij geld vangt. Maar als we hetzelfde doel voor ogen houden en elkaar daar dat risico op basis van risico's kijken van wie kan dat het best beheersen. En dan daar een contract op maken. En dat zijn het bouwteam is daar bijvoorbeeld wat mij betreft heel geschikt voor. Dan kun je samen de risicoverdeling goed maken. Je kan samen de sturingsmechanismes afspreken, ook lopend netwerk. En daarmee reken je dan een aannemer gewoon af op het werk wat hij doet. En dan hou je toch sturing. Er zijn best contractvormen die het wel mogelijk maken. Klopt. Maar goed, het spannendste is denk ik, hoe bepaal je het maaitijdstip? Dat geldt zowel voor de aannemer om dat moment te bepalen, is superspannend. Voor de dijkbeheerder net zo. Dus wat Stefan zei terecht, denk ik, het is best een beetje spannend om zo'n contractvorm af te spreken, want je laat een deel van je sturing laat je aan een ander. Met een blik op de klok. Ik denk dat het handig is dat we nu even de 10 minuten pauze pakken. Dus als jullie allemaal om, even kijken, 3 uur weer terug aansluiten, en dan heb ik een vraag. In die pauze gaan jullie even naar het toilet iets te drinken pakken, iets te eten pakken als je dat wil. Bedenk ook even wat je mee kunt nemen, wat voor jullie de droogte op een dijk symboliseert. Voor na de pauze. Peter? Ik heb nu andere verplichtingen, dus ik ga me even afmelden voor het volgende deel. Het loopt iets verder uit, dus het is niet anders. We hebben het er nog even over binnen het schap als nodig is. Succes allemaal. Dank hè. Peter, even een heel klein vraagje voordat ik mijn object ga halen. Ik moet nog even naar Drenthe voor het hunnebed, denk ik, want anders lukt het niet. Maar... Bart die vroeg ook nog naar onderwerpen voor webinars. Zou dat onderwerp waar we net een beetje over hebben, maaitijdstippen en contractvormen, zou dat wat zijn om een specifiek webinar over te houden, zeg maar? Misschien ook dan gewoon eens een aannemer erbij halen of weet ik veel, hè? Gewoon dat we het van verschillende kanten invliegen, zeg maar? Nou, gewoon niet de antwoord op, hoor. Maar... spannende, en die hangt voor mij een beetje vast, Ludolf, aan hoe bepaal je dat maaitijdstip. Ja, hè? Want als je daar meer grip op kunt krijgen, dan wordt het waarschijnlijk ook makkelijker om dat in een bestekvorm te gieten. Maar het zou misschien wel iets zijn van hoe bepaal je dat maaitijdstip.
En wat daar dan aan, aan gelieerd, van wat voor bestekken zouden daar eventueel bij horen? Wat voor contractvorm? Ja. Of welke ruimte moet je daarvoor hebben dan? Ja. Gaan we zo opbroeden? Ja. Wellicht kunnen we die voor in het stukje straks ook nog wel even een rol geven. Zo van, zien we met z'n allen daar gat in? Ja, dat is denk ik wel belangrijk. Oké, ik ga even thee drinken. Ja, volgens mij zijn we weer redelijk compleet. Een aantal mensen gaven aan dat ze andere afspraken hadden vanaf 3 uur. Dus we zijn een iets kleinere groep. Maar desalniettemin nog steeds met een mooi aantal. We hebben eigenlijk in het eerste stuk al gehoord dat er vooral het bodemopbouw, het maairegime, dat wel belangrijke aspecten zijn hierin. En daarom hebben wij nog een vraag aan jullie. Van, wat betekent dit nou eigenlijk voor het beheer en onderhoud van je kering? Hoe ga je hier nu met de droogte verder om? Oscar liet het net al even zien. Ja, als het goed is wel. Jasper, ik hoor niks, maar ik weet niet of er nou wat gebeurt of dat Peter slecht te verstaan is. Maar Peter gaat nu 2 keer inloggen. 1 keer via zijn telefoon zeker, of niet? Ik denk dat je dat laatste... Kunnen jullie mij zo horen? Ja, nu gaat het heel goed. Ja. Ja. Nou praat ik inderdaad in de microfoon van Jasper zijn laptop. Kunnen jullie je voorwerp, wat je mee hebt genomen, in beeld houden? Ik ben heel benieuwd wat dat oplevert. Vooral de hunebed van Ludolf, maar... Dat zijn. Heb er eentje uit? Die is leuk. Oscar is wel goed. Ja, droog. Ja. Meetlat, snap ik ook. Op zich, die van Peter Smorenburg vind ik wel een interessante. Bij Peter Smorenburg, kun jij heel kort toelichten waarom een zaklamp? Tenminste, dat maak ik ervan. Dat heb je goed, het is inderdaad een zaklamp. We merken zelf bij ons waterschap, HDSR, dat ook heel zoekende zijn van hoe ga je er nou mee om. En dat er heel veel factoren meespelen. En dat merk ik in de discussie vandaag ook. Dat er heel veel knopjes zijn die waar je aan kunt draaien of die waar je niet aan kunt draaien. En dat maakt het wel echt een zoektocht naar wat het goede moet doen. En met de zaklamp kun je zoeken. Dus vandaar de zaklamp. Ja. En ik denk ook dat het de kunst is om... want we hebben het inderdaad over gebiedsafhankelijk. Dus elke dijk is anders opgebouwd. Dus heel lokaal kan het verschillen. Dat ook de kunst is om daar wel een soort pragmatische werkgang in te vinden. Dus dat je wel uiteindelijk op een werkbare manier dingen toe kan passen in je beheer. Dus dat je niet elke... kilometer of elke 100 meter anders maaibeheer moet toe gaan passen. Ja. Oké, helder. Dankjewel. Is er iemand anders die ook nog een toelichting wil geven op zijn of haar voorwerp? Want anders was dit vooral voor de leuk. En goed dat jullie zelf iets bedacht hebben wat voor jullie die droogte symboliseert.
Ja, het is natuurlijk logisch. Kijk, dit is een potje met droog theeblaadjes, hè? Ja, ja, dat is natuurlijk droogte. En het is ook een kruid. En ja, maar het leuke is, als je er een beetje water mee doet, dan komt het vanzelf weer goed. Oscar, we zouden eigenlijk de Roos van Jericho zouden moeten gaan doen, weet je wel. Die kan geloof ik 1000 jaar kan die zonder water en dan komt dan een pop die weer op of zoiets, toch? Zou kunnen, maar geen neef die daar thee van kan zetten. Is dat niet de dood? Onze Israëlische vrienden van vroeger hebben dat nooit gedaan, dus waarschijnlijk kan dat niet. Wij gaan weer terug naar de inhoud, wat mij betreft. Ik zie een reactie van Oscar met name. Biodiversiteit als beeld of doel aangeven. En daarmee kun je er dan geld voor reserveren, voor vrijmaken, voor hebben. Ja, denk ik zeker. Dat kan een goede oplossing zijn. Anderen die suggesties hebben over hoe als je het maaibeleid, als je het maaitijdstip, eventueel dat vochtleverantie vanuit de ondergrond, als we dat belangrijk vinden, hoe je daarmee in je beheer en onderhoud eventueel rekening kunt houden? Peter, ik snap je vraag niet helemaal precies, maar dat kan ook aan mij liggen, hoor. Nou, we hadden gesteld dat uit het eerste deel kwam eigenlijk het beeld dat de bodemopbouw van je dijk en de vochtleverantie die daardoor al dan niet plaatsvindt, dat een belangrijk ingrediënt lijkt te zijn of een belangrijk wapen lijkt te zijn tegen de droogtegevoeligheid. En je maaitijdstip kan ook heel erg bijdragen aan droogtegevoelig zijn of niet. Als die twee ingrediënten, als we dat als belangrijkste deel meenemen vanuit de eerste discussie, is eigenlijk de vraag, en wat kunnen we daarmee, of hoe bepaalt dat nou dan wat je gaat doen in je beheer en onderhoud? En ik zie een aantal hele moeilijk kijkende gezichten. Ik kan me voorstellen dat dat meteen ook best een hele ingewikkelde vraag is. Maar het idee is om dat te verkennen, wat denken we dat we daarmee kunnen? Hoe gaat ons beheer en onderhoud straks daar rekening mee houden? Maar kan je het ook omdraaien? Dat als je bepaald beheer doet, dat je dat zeg maar via je zorgplicht, eventueel je toetsing, kan belonen, zeg maar, hè? Ja, maar dan moeten we het dus eerst weten. Dus vandaar die verkenning. Hoe denken wij nou dat we rekening kunnen houden met deze aspecten? Kijk, hier komen al best een paar mooie suggesties. Hè? Het maaien of beweiden, ja, dat zal dus een invloed hebben. Eventueel een verschillend regime per verschillend stuk dijk. Weliswaar de oproep van Peter in het hoofd houden. Het moet niet een lappendeken worden met allemaal inimini stukjes die dan net weer iets anders beheerd moeten worden. Want dat is ook niet werkbaar. Maar dat zijn wel, denk ik, dat is een beetje de zoektocht waar je naartoe wil. Vul rustig aan als je nog een suggestie hebt. En anders de volgende vraag zou datzelfde zijn. Hoe kunnen we hier rekening mee houden richting een beoordelingsinstrumentarium? Kan dat? Of moet er iets voor geregeld worden? Missen we dan nog het een en ander? Misschien is maar is ook wel grappig.
zich één die er voor mij even uitspringt. Stefan, met de vraag, wordt de grasmat of de vegetatie niet maar voor een klein deel meegenomen? Je kan pas aan een dijk rekenen op het moment dat je hem nu beoordeeld hebt volgens de WBI-systematiek. En dat wil zeggen dat die open of gesloten moet zijn. En zo worden onze dijken natuurlijk vaak ook ontworpen. Dat WBI, dat gaat eigenlijk alleen maar over grasgedomineerde dijken en niet over divers van samenstelling. Dus daar zit denk ik wel nog winst te behalen. Dat hebben we natuurlijk ook in de Future Dikes wel als onderzoeksvraag staan nu. Aan Peter Blommaert misschien dan de vraag terug. Als je jouw reactie bekijkt, roept dat ook de vraag op, moeten we misschien iets richting juist de nieuwe dijken? Dus in een ontwerpinstrumentarium. Ja, alleen is ontwerpen is toch vaak een dijkverbetering. Dat je de oude dijk laat liggen, dus dat lost het probleem niet helemaal op. Wat je wel kan doen natuurlijk, is dat je de toplaag, dat je die wel goed aanbrengt en misschien zelfs wat dikker maakt. Want als dat, zeker als het kleiig is, dan kan je daar de vochthuishouding beter van reguleren. En dan kan je dus ook de vochthuishouding naar de grasbekleding beter reguleren. Ja. Maar de kern van de dijk, ja, die ligt er vaak al. En die is vaak heel erg heterogeen. Ja. Oké, mooie antwoorden wat mij betreft. Rest ons denk ik nog één vraag. Missen wij nog dingen? Hebben jullie zaken waarvan je zegt van dat is een belangrijk onderwerp of een belangrijke vraag die ik nog niet terug heb zien komen? Ik had hem er al ingeschoten. Even een vraagje. Iets met overgangen, is dat nog een dingetje? Ludolf, doel jij dan op overgangen tussen verschillende materialen? Dus tussen harde bekleding en grasbekleding? Of doel je meer op overgangen tussen een toplaag en een onderlaag en eventueel kern? Nee, ik bedoelde de eerste eigenlijk. Okay. Omdat heel vaak gras grenst aan iets. Hè? En, ja. En bij hele maatgevende omstandigheden is het altijd de gras die het doet, maar de dagelijks is altijd op de overgangsconstructies min of meer die het klapt. Dus daar zou je ook andere eisen aan kunnen stellen of ander beheer. Zien anderen dat ook zo? Of denken ze dat dat niet zo'n belangrijk onderwerp is? Is misschien wel een goede. Nou, Oscar die steunt je van harte zo te zien, Ludolf. Het gaat inderdaad vaak mis op de overgang van de een naar de ander. En dat horen we natuurlijk eigenlijk in het ochtenddeel ook wel voor een deel, hè? Zoals in het eerste deel, van, ja, met name funderingen, overgangen van hard naar zacht, ja, die blijken toch kwetsbaar ook voor vervorming of juist een starre constructie te zijn. Ja, maar dat zal Wilnis is eigenlijk ook op overgangen gegaan, hè? Gewoon een zanddonk in de ondergrond en een oprit aan de achterkant en een damwand, geloof ik, of een, zoiets. Dus dat zijn ook gewoon op drie hardzachte plekken. Ja. Nou, mooi. Dan hebben we in ieder geval een heel aantal vragen nu extra. Als ik het zo eens bekijk. Want er zitten best een aantal onderwerpen bij die jullie aandragen die relevant zijn, denk ik.
En als ik ze zo gauw even scan, dan zit een deel zit echt wel in dat Future Dykes onderzoek. Dus dan hopen we dat als dat doorgaat, dat dat ook meteen de antwoorden op gaat leveren. Maar zo te zien zitten er ook nog wel een paar naast. En met name dat stuk met die overgangen en zo, dat zit daar zeer zeker niet in. Ja, blijkbaar heb je de vinger wel op een zere plek gelegd, Ludolf. Want dat overgangen, dat lijkt toch bij de meesten wel vraag op te roepen van en wat doe je daar dan mee? Dus wellicht is dat nog een blinde vlek waar de kennisontwikkeling nodig gaat zijn. Ja. En Peter, kunnen jullie zoiets doen in die bakken bij jullie, bij de Hogeschool Rotterdam, waar Leo van Gelder mee bezig is? Zou je daar iets mee kunnen? Nou, dat is een goede vraag natuurlijk, maar ik ga binnenkort eens een afspraak maken met Marten van der Meer. En dan gaan we onze faciliteiten eens bekijken. Kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en welke aanpassingen misschien mogelijk zijn. En dan kan ik die vraag beter beantwoorden. Jullie hebben allemaal je schermpje in het scherm gekregen waarschijnlijk dat wij terug worden geroepen. Dus voor iedereen, dank voor jullie inbreng hier. En dan gaan wij in de plenaire sessie naar een afsluiting toe. Peter en Jasper, enorm bedankt voor het faciliteren, zou ik zeggen. Yep. Goed gedaan. Thank you. Is dat nou AGV? Oh jee. Zit daar, Ondertussen komen we weer terug naar deze centrale ruimte. Ja. Ook weer. Dan zijn we weer terug discussie op het thema dijkbekleding, phreatisch grondwater, de vegetatieproces in de plenaire. Wat we in het laatste kwartier nog gaan doen met jullie is een terugkoppeling van elk onderwerp en ook even een stukje verder kijken. En ik ga ervan uit dat jullie mooie discussies hebben gevoerd, dat jullie het nodige gedeeld hebben. Dat je met elkaar ook gekeken hebt van, ja, hoe beïnvloedt die droogte nou mijn dagelijkse werk? Ga ik naar de eerste groep. En dat is de groep die gesproken heeft over dijkbekleding bij primaire keringen. En ik dacht, Arjan, of jij de terugkomt. Nee, ik zie je schudden. Dan is het Martin. Ik neem hem wel even Martin over. Doet het. Ja. Martin, woord aan jou. Ja, we hadden een leuke sessie. Ik